Ja, ik word vaak door de politie staande gehouden. Het voelt niet goed dat ze mij eruit pakken omdat ik Marokkaan ben. Hij behandelt me als een stuk vel. Toen ik een sein zag van de politie stop. En toen dacht ik al zo, oh ja, nee, niet weer. Bij de politie kwam er was het elke keer raak met het idee. Tegen de muur, fouillering, legitimatie. Ik bleef daar een half uur op de grond zitten. In mijn handen op mijn hoofd. Zie ik er misschien uit als een crimineel of zo. Ik ging joggen. Stopte er een politiebusje voor mij. En die vroeg om mijn ID-kaart. Ik zei tegen hem van waarom moet ik mijn ID-kaart laten zien? Dan zei hij van, ja, je staat op een opvallend tijdstip op een opvallende plaats. Het slaat nergens op. Ik ben gewoon aan het joggen. In mijn perceptie word ik disproportioneel vaak aangehouden of staande gehouden. En dit gebeurt niet bij mijn Hollandse vrienden. Het feit dat ik voelde het gewoon echt puur om mijn huidskleur, dat je zo'n behandeling krijgt. Ja, dat vond ik best wel heftig. Vroeg om een legitimatie. Ik zei, wat is de aanleiding? U heeft geen aanleiding om een legitimatie te vragen. Ik heb helemaal niks misdaan. Toen had hij me in de houtgreep genomen. En toen uiteindelijk werd er bij mij handboei omgelegd. Aan de manier hoe de handboei bij mij werd, om mijn arm werd gedaan, was een beetje hardhandig. Dan word ik door een heel brutale en onvriendelijke manier benaderd. En dat doet iets met me. Juist omdat ze geen excuses hadden aangeboden, leek het net zo van alsof het hun ook niet uitmaakte dat ze ons hadden aangehouden voor niks. Ja, als ik de agent op straat gekeken word, dan zou ik wel denken dat ze mij in de gaten houden, juist omdat, ja, voor mijn huidskleur. Ze kijken, dat ze denken, ja, wat gaat hij doen? Of is hij wat van plan? Ze hebben niet echt uitgelegd waarom ze ons volgden, maar ik denk omdat ze ons ook zagen met ons Marokkaanse achtergrond. En ons daarvoor hebben aangehouden. Hoe politieagenten mij zien, die zien mij gewoon als een Marokkaan, zoals de andere Marokkaan. En dat geeft gewoon, ja, ik weet niet, het geeft gewoon een rot gevoel. Als ik word gecontroleerd in mijn eigen straat of in mijn eigen buurt, waar veel bekenden om me heen zijn, dan denken die bekenden dan van hij heeft wat gedaan, hij is een crimineel. Dan schaam ik me. Dan denk ik van, die mensen kijken me aan alsof ik wat heb gedaan of alsof ik een misdrijf heb gepleegd of zo. Ik voel me dan meer gekwetst. Ze laten mij dan niet in mijn waarde. Ik vond het echt een aanslag op mijn rechten als burger. En kijk, op het moment dat je staande gehouden wordt of aangehouden wordt, en op die manier bejegend wordt, wat het met je doet, nou, ik kan u verklaren. Ja, het raakt me diep in mijn kern. Wat politieagenten door moeten hebben. Dat ze geen beeld moeten zoeken achter een persoon met een petje. Dat ze geen onderscheid moeten maken. Gewoon, elke mens uniek. Elke mens moet het op dezelfde manier behandeld worden. Ja, wat ik ook heel belangrijk vind voor de politie om zich te realiseren, is dat het zijn geen eenmalige incidenten. Als je iemand bent met een kleurtje, als ik het gewoon heel plat zeg. Je maakt heel veel van dat soort ervaringen mee. Als je mensen systematisch discrimineert, dan krijg je mensen in de samenleving die niet loyaal zijn naar de samenleving waarin zij zich bevinden. En eigenlijk ook terecht, omdat die samenleving ze niet helemaal accepteert. Je gaat je ineens helemaal beseffen dat je helemaal niet welkom bent hier. En ja, je gaat ook Nederlanders over één kant scheren. Hun scheren ons over één kant. Want jullie zijn allemaal kut Marokkanen, om het even zo te zeggen. Wij scheren hun dan ook over één kant. Van alle Nederlanders zijn racisten. En als dat gebeurt met iedereen in Nederland, dan gaat dat niet goed aflopen.